Het werd in 2007 door bijna 900.000 mensen bekeken op televisie het grote zomergasten interview met Linda de Mol, de interviewer van dienst, Joris Luiendijk, beklaagde zich meermaals bij de gevallen tv koningin dat ze zich niet helemaal blootgaf. Hij zorgde voor een akelige sfeer, zeiden sommige kijkers zelfs. Die vrouw laat nooit het achterste van haar tong zien, zegt Joris nu in Veronica Superbaid. Toen ze de studio binnenkwam, zag ze er al verzorgder en glamoureuzer uit dan mijn voorgaande elf gasten. Maar dit was dus niet haar uitzendinglook, maar haar gewone look. Linda zag zomergasten niet als iets vrijblijvends, maar echt als iets dat onderdeel was van haar PR-strategie. Vervolgens had ze haar eigen persoon meegenomen voor de Grime en ook een coach. Toen besefte ik wel, deze vrouw speelt in een heel andere divisie. Alles was tot in de puntjes uitgedacht, al dus Joris. Linda is erg professioneel. De eerste 2,5 uur beantwoordde ze al mijn vragen en leek het net alsof ze zich blootgaf en kwetsbaar opstelde. Maar in werkelijkheid behield ze de regie. Het laatste half uur besloot ik het over een andere boeg te gooien. Waarom voel ik je niet? Vroeg ik. Ik geloof dat ze toen even ontredderd was en oprecht niet begreep waar ik naar verwees of vroeg. Aanhalingsteken Hoewel Joris aangeeft dat hij het leuk vindt om weer eens over deze uitzending na te denken, kijkt hij er zonder genoegdoening op terug. Ik kwam er absoluut niet doorheen, dat was slecht voor mijn ego. Volgens hem is Linda te verantwoordelijk om het achterste van haar tong te laten zien. Er rusten zulke belangen op Linda's schouders, zoveel mensen zijn voor hun baan afhankelijk van haar. Die verantwoordelijkheid neemt ze serieus.